Wanderson, welkom bij Lierse. Je bent hier nu al een paar dagen, want je hebt ook al een paar dagen kunnen testen bij ons. Maar nu heb je ook je contract getekend vandaag. Ja, ik heb vandaag mijn contract getekend en natuurlijk ben ik heel blij om nu bij Lierse te zijn. En nieuw begin, nieuwe spelers, nieuwe directie, alles nieuw. En ik hoop dat ik dit jaar het goed kan doen hier bij Lierse. Je kende wel al een aantal jongens bij Lierse, denk ik. Bijvoorbeeld Matzels, maar ook Lozada uiteraard van bij Beerschot. Ja, klopt. Matzels zat ik samen op school. En het is fijn om terug te zien hier bij Lierse. En Lozada, die ken ik al van vorig jaar. Ja, een goede vriend van mij ook. Had hij jou al goede dingen verteld over Lierse misschien? Want hij is hier al iets langer. Ik heb het pas gehoord toen ik hier aankwam zondag van Brazilië. Heb ik gehoord dat hij hier bij Lierse had getekend. Toen had ik hem gebeld. En hij zei van ik ben heel blij dat je naar Lierse komt. Dat we samen kunnen spelen, terug samen. En dat is het. Ben je bij Beerschot begonnen in de jeugd of ben je daar ook op een bepaalde leeftijd daar terecht gekomen? Ja, ik ben bij de min 16 ben ik daar aangekomen. En sinds de min 16 ben ik daar gebleven tot vorig jaar. En nu ben ik bij Lierse. Maar daarvoor zat ik wel bij Standaard dan 3 jaar. Je hebt ook al tegen Lierse gespeeld. Je bent vorig jaar denk ik zelfs ingevallen bij ons toen Beerschot op Lierse kwam winnen. Ja, klopt. Ik heb 45 minuten gespeeld, de tweede helft eigenlijk. Ik heb zeker een goede indruk achtergelaten tegen Lierse. Jouw positie, de voorkeur, dat is op de flank? Op de flank, ja. Links en rechts. Voor mij is het hetzelfde links als rechts. Ongeveer hetzelfde, ja. En hoe zou je jezelf omschrijven als speler? Ben je snel, ben je wendbaar, technisch? Ja, ik ben eigenlijk een Braziliaanse speler, zoals Neymar en al die spelers. Technisch, snel, met korte bewegingen. Dat is mijn sterke punt. Ja, je hebt ook een vader die dat nogal redelijk beroemd is in België, want hij heeft er ook bij verschillende ploegen gespeeld. Ja, klopt. Ik heb ongeveer, denk ik, hetzelfde. Ik ben ongeveer hetzelfde type als mijn vader, denk ik. Snel, technisch. Ja, hetzelfde als mijn vader. Kan je van hem ook veel raad mee krijgen? Kan hij jou wat begeleiden? Ja, zeker. Zeker na een wedstrijd of zo dat hij ziet. Geeft hij mij altijd tips en andere dingen dat ik bijvoorbeeld slecht heb gedaan. En met zulke dingen kan ik ook de volgende keer beter doen. Met die tips van mijn vader. Ik wens je veel succes en nog eens welkom.